So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Ik volg mijn weg, ik twijfel maar ik zwaai. So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu. In het platteland ben ik behoorlijk beheerd. Ja, want je staat ook achter de bar bij Queers. Ik wist ook dat je nog meer talenten had. Hoe kwam dat zo? Ja, nou ja, het werd zo gevraagd van we gaan een stuk maken. Wie wil eraan meewerken? Zou je ook mee willen doen? Ik zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk, want je moet het toch met z'n allen doen. Dus dit is het geworden. En heb je ook nog extra zanglessen gevolgd, acteerlessen? Nee, we hebben wel veel met zang gedaan. Maar gewoon in de lel zelf, bij ons in de kroeg en tijdens het repeteren. Ook wel met een zangcoach erbij. Maar niet dat we speciaal zanglessen hebben genomen of acteerlessen of... Maar we zijn natuurlijk al 9 maanden bezig. 9 maanden? Ja. En is het een mooie baby geworden? Ik ben heel trots op. En waar dan? In Amsterdam? Vondelpark? Oké, okay, kan ik dat zo makkelijk vinden met het OV? Of... Nou ja, super. Oh, en om hoe laat? 1 uur. Ik sta hier naast Miss Baksel. Hoeveel rollen had je dan maar niet? Dat was niet meer te tellen. Het is Theresa! Sorry, schat. Ja. Hoe ging het, schat? Het ging heerlijk. Ik moest me wel 5 keer omkleden, maar ja. Even het 5 keer, maar... Oh. Daar heb jij toch geen moeite mee? Nee, dat is waar. Ik had een hele fijne kleedsters. Ja. Met wat lessen zang en dans ben ik klaargestroomd. En uit een diepe witte slaap ontwaakt. Moeder, ik doe wat wapens hier. Dan zou je dat zeer zeker kunnen vallen. Moeder, ik doe wat daar misschien. Laat ik ineens in mijn leven op het podium knallen. Ja, waar is dit een bevrijding? Dan zijn zang dat vindt nog even koorderij. Ik ken nu uit de dag in mijn leven met de groen. Oh, moeder, ik doe wat daar misschien. Kind, wat zie je er prachtig uit. Donatella Fagazzi. Ja, the one and only. In een eigen creatie natuurlijk, hè? Dat snap ik. Helemaal. Ja. Helemaal. Dat kon jij je uitleven. Wat heb jij je uitgeleefd? Dat spatten van het toneel. Jullie allemaal, maar jij in het bijzonder. Dankjewel, lieve schat. Ik doe mijn best, hè. En het is gewoon heel leuk om te doen ook gewoon. Het begon al bij dat hondje. Nou, ik kwam niet meer bij. Ja, iedereen gaat over dat hondje. Ja, ja. Ja, je hond moet ook uitgelaten worden in het park. En dan maar in het Vondelpark natuurlijk, toch? Ik sta hiernaast de regisseur en de eigenaar van de Lillebel. Die ik natuurlijk mag feliciteren met dit geweldige succes. En de Andreas Penning. Ja, dat was helemaal geweldig. Dat was een verrassing, dat wist ik helemaal niks van. Dus ja, ik werd helemaal overvallen ermee, hè? Ja. Hoe voel je je, Hans? Wat moet toch een geweldig gevoel zijn na 20 jaar dit te kunnen neerzetten? Ja, het is helemaal super. Het is natuurlijk 20 jaar Lillebel. We wilden er iets speciaals mee doen, dus we hebben die musical gedaan. En ik ben er echt helemaal blij mee, want iedereen heeft zo verschrikkelijk hard gewerkt. We hadden natuurlijk een fantastische regisseur erbij, dus Tim. En een gigantisch goed team waar we hadden voor en achter de schermen. Hoe hard werken was dat met die meiden? Nou, eigenlijk helemaal niet zo hard werken, want ze zijn zo enthousiast allemaal. En ze doen het verschrikkelijk goed. Dus er zit ongelooflijk veel talent. En je kan ook wel zien dat het echte showdames zijn. Dus zodra de spotlight aangaat en de muziek aan, dan bam, dan gebeurt er iets. En dat is geweldig. Want ik ben geweldig, in één woord geweldig. Mijn parfum ruikt. Achter in de zaal, de zenuwstelsel mensen is van staal. Dat ik met een en al pracht, dat ik de zesde macht. Ik ben een en al pracht en pracht. Maar we hebben je jarenlang niet echt op de bühne gezien. Waar was je al die tijd? Ik zat in de kast. Ja, ja. Ik zat gewoon een tijdje in de kast en ik had zoiets van, ik kom er een tijdje niet uit. Nou, toen vroegen ze me voor deze musical en toen dacht ik van, ach, laat ik eens kijken of ik nog stof voor gehakken heb. Laten we ze aandoen en we gaan er gewoon nog een keer voor. Dat heb jij meer dan goed gedaan. Jouw talent is in ieder geval niet minder geworden in de loop der jaren. Die kast heeft jou heel veel goed gedaan. Oh, ze is nog even bij de hand. Dat bedoel ik. Esther van Cartier.
Dankjewel. En ondertussen zien we ook nog een collega van NVS Radio. Ja, ik herken je aan je stem. Ja, volgens mij ben jij Jochem. Dat klopt. Dat programma presenteer je? Gewoon NVS Radio. Nu help je ook mee? Wat is je rol, je taak in de show? Nee, oorspronkelijk was mijn rol dat ik een beetje zou helpen met het in elkaar schroeven van deze decordelen. Toen, nou, dat is gelukt, kunnen we zeggen. Ja, nou, toen dat helemaal gaande was, heb ik ook nog geholpen met het schilderen ervan. En toen was het zo van, goh, we hebben nog hulp nodig achter de schermen. En toen uiteindelijk deed ik de changementen, samen met Sandra. Met de hele zon wil stap naar de Efteling. En andere hap naar de Efteling. Met Esther en met Soemi, met Elfie en met Toetie. We hadden nog voor Tietje, Laura en Christine. Is nu op het toneel, dat vind ik toch wel heel apart. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Wie had het ooit kunnen denken, hè? Desiree in de Casa Rosso en de Eurosongta Festival met jou. En nu staan we als Lellebel zelf op het podium. Dus we zijn wel een beetje gegroeid, denk ik. Maar de Lellebel is eigenlijk al een toneel. Dus eigenlijk is het heel logisch. Ja, het leuke van het toneelstuk is, of van de musical, is dat er heel veel dingetjes herkenbaar zijn voor mensen die vaker in de Lellebel komen. Er zitten heel veel kleine grapjes in. Dat is die soeculerie act en het luik en de catacombe naar beneden. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Mensen die er echt geweest zijn, die denken, oh, weet je, ze vinden het echt hartstikke leuk. Ik sta naast Suki Larry. Oh, wat ben jij gegroeid ineens, meid? En wat voller geworden, hè? Het is niet te geloven. Ik wist niet wat ik zag. Ja? Die mimiek, die look. Ja. Ja. Het postuur. Ja, even mijn lippie, hè? Ja, die lip. Ja, ik vond het ook onwijs leuk om te doen. Ik had eigenlijk best een moeilijke rol, vond ik zelf. Want je speelt iemand die nog leeft. Ja. Nou, ik hoop het wel, sorry, dat je nog leeft. Dus dan moet je wel heel goed nadoen. Hè? Ze is nog dagelijks te zien in de Lellebel. En dan moet je wel heel goed neer kunnen zetten. En volgens mij is dat wel gelukt. Het is natuurlijk een collega van jou. Die werken veel samen. Dus hebben we extra bestudeerd? Ja, we maken heel vaak samen op. Dus eigenlijk was dat wel... Heb ik heel veel zitten kijken. En heel veel geobserveerd. En hoe ze ook doet achter de bar en zo. En dat heb ik gewoon proberen na te doen. Ik schrok heel erg... toen ik het script kreeg, want ik dacht van goh, Victoria mag gewoon de diva spelen in een musical. Maar nee, Nelly was een zwerfster en een junk en een alcoholiste en had heel veel spijt van haar operatie. En dat was echt waar heel moeilijk om me daarin in te leven. En ik ben daar heel veel over gaan lezen en over gaan doen en ik denk dat het wel gelukt is. Ja, met name in dat lied, dan breng je een gevoel over, dat kwam echt over in de zaal, in ieder geval bij mij. Dankjewel. Al was ik vroeger dan een man. Draag stil, flink de haar. Door de maatschappij afgemaakt. Wie zal het zijn? Met je oog, met je stem, met je handen, met je hart, bewijs je vriendschap met een dag. We deden het voor Hans allemaal. En we kregen er ook steeds meer plezier in. En op een gegeven moment ging alles goed voegen. En toen werd het een feestje. Om te doen. Een feestje, zo kwam het echt over. Ja, absoluut. Heerlijk om te zien. Dankjewel, Vera den Adel. Hetero, homo, transgender, transseksueel, drekking.
het zijn toch allemaal hokjes waar we ingestopt worden? Iedereen is uniek en moet zelf bepalen hoe hij of zij wil leven. Je moet alles niet zo zwart-wit zien. En weet je, die geloven maken het er ook niet beter op, hè? Maar we zijn toch allemaal gewoon mens? Ja. Dello Stiletto, die mis ik wel heel erg op het podium. Ja, die zou eigenlijk ook helemaal niet meedoen. En ik zou eigenlijk ook helemaal niet meedoen, want de rol was voor iemand anders bedacht. Maar aangezien iemand is uitgevallen, moest ik meedoen. Dus. En vandaar ook deze macho-rol, dat natuurlijk niet op mijn lijf geschreven is. Maar wat wel erg leuk was om te doen. En hij kan het ook heel goed. Ik ben heel blij dat jij het bent gaan doen, eerlijk gezegd. Het valt heel erg op zijn plek. Ko is namelijk echt een heel fijn personage. Het is iemand waar je echt van gaat houden. Dus dat is... Perfect, Hans. Dus ieder nadeel heb je zijn voordeel. Ja, anders was je helemaal niet te zien geweest op het podium. Nee, maar ik ken die uitspraak van de ene Coco Coquette. Kent u die? Ja, nee, is van een Kruif, volgens mij. Oh. Wat vond u ervan? Top. In één woord, geweldig. Ja. Echt voor de herhaling vatbaar. En bent u wel eens in Lellebel geweest? Ik heb met ze opgetreden bij de NCNV met Man bij het Hond. Nou, dank voor je reactie. Graag gedaan. Gaat het goed? Ja, hartstikke goed, ja. 20 jaar geleden kwam René al in... De Lellebel. In de Lellebel. Ik werd ontvoerd daarheen door Corrie Broccoli. Mm. Dat was ook de eerste keer dat hij daar, dat zij daar kwam. En we waren toen meteen verkocht. En de karaoke... Dat is altijd leuk. Altijd leuk, gezellig, gezingen. En dat doen we altijd samen. Ja. Karaoke, elke dinsdag in de Lellebel. Volgens mij ben jij ook een bezoeker van het eerste uur, hè, Henny? Ik was bij Hans al voordat de Lellebel geopend werd. Toen was het nog in de Kerkstraat in de Biecht, hè? Ja, ja. Eén avond in de week, geloof ik op zondag. Op zondagavond. En daar kwam ik heel regelmatig. Kom je altijd als Henny? Ik kom altijd als Henny. En dus enkele keer als mannelijke Henny. Ja, want Henny, kan je twee kanten mee op. Ja, ja. Je kan met mij twee kanten op. Altijd. En hoe omschrijf je jezelf? Ik ben toch echt een hetero travestiet. Ja, die heb je ook, dames en heren. Ja. Hier staat er eentje. Ja, ik noem me altijd lesbisch, maar daar raken mensen heel erg van in de war. Maar heb je ook een relatie met een dame? Een echte dame? Ik heb wel met... Ben ik nieuwsgierig, hè? Ja, ik heb wel met sommige dames relaties gehad, ja. Die konden er wel mee overweg? Ja, die hadden mij gewoon zo versierd. Want ik ben natuurlijk maar een schuchter travestietje. Oh. Ja, ik laat me altijd overrompelen door de dames. Zo gaat het. Ik sta hier naast ook nog een hele bekende man die bij elke show, bij elke drag queen, min of meer, wel een prachtig haarstuk heeft afgeleverd. Ook in deze musical. Ik ben er denk ik toch wel gauw al een stuk op 8 tegengekomen, ja. Ben je ook een beetje een Lellebel af en toe? Een ondeugende Lellebel, ja. Ik heb je nog nooit in de jurk gezien, maar kan me vergissen. Nee, dat niet, maar... Gaat dat nog wel eens gebeuren? Heel misschien. Waarom wil je hier zijn? Ik vind het leuk om te zien. Ook een trouwe klant van Lellebel? Af en toe, jawel. En beschrijf de Lellebel in jou. Oh jee, niet. We kijken op Facebook en we weten genoeg. Dankjewel, Saïd. Wie is je favoriet? Als ik eerlijk ben, Victoria, want die heeft zo'n mooie stem. En ik vind het overigens ook wel leuk dat ze af en toe toch een beetje de tekst kwijt zijn. Want dat hoort er ook bij, hè. Een goede acteur mag best een keer een foutje maken. Dat maakt het ook heel charmant. Dat bedoel ik. Elke week weer. En... ja, je moet al die teksten in je kop krijgen en je muziek en alles. Dus ja, soms heb je wel eens dat je denkt van, krijg toch allemaal de kleren. Ja. Ja. Dus, maar het was de investering meer dan waard. Echt wel, ja. Ja, ja. Ik neem afscheid van de kijkers. We gaan samen afscheid nemen. Maar, oh, dag lieve schat, even gedag zeggen hoor. Even gedag zeggen, natuurlijk, dat gaat gewoon door. Oh ja, dan hebben we daar tenminste gehad. Hoef geen kaartje te sturen. Je bent wie je bent. En doet wat je doet.